koeienrassen in de spotlight bij melkveehouder. Menukaart voor groene ambities landbouw. En studenten gaan de strijd aan met hete pepers. Een NVM agrarisch en landelijk vastgoedmakelaar ondersteunt u professioneel bij onteigeningsvraagstukken. Om de koeienrassen Vlekvie en Brown Swiss wat meer in de spotlight te zetten, konden boeren deze week komen kijken op het bedrijf van de familie Jansen in Toldijk. Op dit melkveebedrijf heeft men gekozen voor een driewegkruising van Holstein, Vlekvie en Brown Swiss. Daar heb ik voor gekozen omdat wij wilden naar een veestapel die duurzaam is en waar je goed mee vooruit kunt. En we hebben dus veel rondgekeken, bij veel bedrijven wezen kijken naar waar Vlekvie gebruikt wordt en Brown Swiss. Veel onderzoeken gelezen en uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om Holstein, Vlekvie, Brown Swiss te gaan toepassen. Dus in een rotatiekruising en dat ook vast blijven houden. Stef Beunk van spermaleverancier Bion Genetics benoemt de positieve punten van elk ras. Holstein, dat is de basis. Ongeëvenaarde melk. Dan ga je Vlekvie, de kracht, uiergezondheid, de vruchtbaarheid. En Brown Swiss, beenwerk en gehaltes met name. Tijdens de open dag werd ook een kalf geboren. Ik zeg tegen de boer, ja, zeg, ik hoop niet dat hij vanmiddag nog gaat kalven. Ik zeg, ik hoop het wel, want er liep al een vlekje met zijn staart te lichten. Ik zeg, dan zien ze hoe gemakkelijk of die kalven worden geboren. En inderdaad, ze drukten hem er zo af. De kruising tussen de drie rassen komt niet vaak voor. Een boer is in principe een klein beetje behoudend. Eerst maar eens even zien. Daarom ben ik ook zo blij dat hier zoveel mensen zijn. Kijk een beetje. Ja, er zijn er nog niet zoveel voorbeelden van. Dus een boer die heeft ook zoiets van, oh, moet ik dat wel doen? En daarom zijn we heel erg blij dat we hier bij de familie Jansen dat we kunnen laten zien ja, dat je een prachtig resultaat mee kunt bereiken. Boeren en tuinders moeten in de toekomst kunnen kiezen welke groene doelen ze het beste bij hun bedrijf vinden passen. Dit voorstel werd afgelopen donderdag geopperd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. We willen boeren keuzemogelijkheden bieden om invulling te geven aan die doelen op het gebied van biodiversiteit en klimaat. En invulling geven op een manier die doelgericht is en die past bij de bedrijfsvoering en bij de regio waarin ze zitten. En dan heb je geen rigide maatregelen nodig, maar moet je juist kijken op een menukaart hoe je voor iedereen daar de goede maatregelen en de goede acties op kunt zetten. De spreekwoordelijke menukaart is om beloningen voor vergroening en herstel van biodiversiteit te verankeren in het nieuwe GLB. De neiging bij onze tegenpartijen is nog wel eens dat men denkt, ja, dan gaat LTO weer op een hele makkelijke manier even zorgen dat het geld binnengeroeid wordt. Nee, wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, dus we willen op die menukaart ook echt gezonde gerechten hebben. Dus gerechten die bijdragen aan een gezond inkomen, maar ook aan een gezonde biodiversiteit en een gezonde bodem en een gezond klimaat. Vanaf oktober 2019 zijn maïstelers verplicht een vanggewas te zaaien. In het kader hiervan onderzoekt het Louis Bolk Instituut een permanente onderzaaien maïs door middel van een proefveld. We staan hier op een proefveld in Erp in het kader van het project Boer, Bier en Water. En we zijn eigenlijk aan het kijken of we maïs kunnen telen in een permanent ondergewas. We hebben hier bij elkaar 10 ondergewassen die we uittesten om maïs in te telen. Een van de gewassen die we hier hebben is de kleine maagdenpalm. Deze is nu geplant in augustus en de bedoeling is dat hier volgend voorjaar de maïs ingezaaid gaat worden. We hebben hier ook grassen, maar we zoeken juist de grassen die niet te hard groeien en niet te veel competitie geven, concurrentie met de maïs. Dus ze mogen niet concurreren met maïs voor water en voedingsstoffen. Dus we zoeken juist grassen die langzaam groeien en weinig nutriënten vragen. Hier hebben we het gewas priemvetmuur. Je ziet wel een lage groeier. Eigenlijk zoeken we een hele simpele maïsteelt waarin je alleen maar hoeft te zaaien met een strokenfrees en eventueel een woelpoot, rijbemesting te doen, geen onkruidbeheersing, geen groenbemester verder meer zaaien. Dus eigenlijk een hele simpele maïsteelt. Het proefveld is een verkennend onderzoek waar wordt getest of de bodembedekkers goed werken. Volgend jaar kan worden gekeken hoe het beste ondergewas in de praktijk kan worden toegepast. Studenten gingen bij Westland Peppers in De Lier de challenge aan om pepers te eten. Hij is zoet, licht pittig. Omdat het deze week de Dutch Agri Food Week is, brachten ze op de Solex een bezoek aan het bedrijf. Daar kregen ze een rondleiding en gingen ze met elkaar de strijd aan wie de heetste peper durfde eten.
Een hele heerlijke nasmaak ook. Maar niet elke peper ging zo makkelijk. Dat was iets pittiger, ja. Deze is niet heel pittig. Deze is goed te doen. Het hele hete is leuk, maar het gaat dan echt puur om smaken. We hebben veel soorten pepers nu meegemaakt. En ja, het is gewoon interessant om te zien hoe dat allemaal werkt. En hoe dat allemaal eraan toe gaat binnen zo'n kas. We hebben ze hier onze pepers laten zien waar we heel erg trots op zijn. Elk jaar proberen we nieuwe soorten pepers te verbouwen. Conceptmatig, klein beginnen, kijken wat het wordt en vermarkten. Dat is best wel een opgave, maar een hele leuke uitdaging. En nu zie je de andere kant van het productieproces. En, ja, allerlei soorten pepers. Ik had geen idee van de hoeveelheid pepers die er allemaal waren. Dus superleuk. De hele hete pepers worden vaak verwerkt. Ja, er worden heel veel verwerkte sausen. Dus eigenlijk ook verdund ook met andere pepersoorten, blends genoemd. Dus met snackpaprika bijvoorbeeld erdoorheen. Dat is een natuurlijke zoetigheid. Dus dan zul je zien dat je hele hete peper toch heel erg aanwezig blijft. Maar niet branderig, tot het eigenlijk haast niet meer te eten is. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl. Een NVM agrarisch en landelijk vastgoedmakelaar ondersteunt u professioneel bij onteigeningsvraagstukken.